Goedemorgen trouwe kijkers. Goedemorgen. Waar zijn jullie vloggers weer? Het is van ons al dag 4, maar ik had de eerste dagen nog geen zin om te filmen. Het was allemaal helaas, een beetje uitzoeken. Het was wel erg mooi. Waar zijn we geweest? In eerst in Straatsburg en toen doorgezakt naar Colmar. En die plekjes hebben we ook bezocht met de fiets. Heel authentieke huisjes, echt heel leuk om te zien. En midden in de wijnvelden. Dus ja, dat was echt heel bijzonder. En wat gaan we nu doen? Eerst boodschappen doen. Bij de hypermarkt. En daarna gaan we door Zwitserland rijden. Dan gaan we naar de Franse Alpen toe. En dan gaan we de Route des Alpes rijden. Grand de Route des Alpes, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is een route van 600 kilometer door de Alpen van Frankrijk. En die eindigt dan in Monaco. Zo, de boodschappen zijn binnen. We rijden inmiddels al in Zwitserland. Het is nog 270 kilometer naar de Franse Alpen. We gaan hier nog een uurtje rijden en gaan we eerst even wat eten. Zo, we staan hier even op het tankstation in Zwitserland. We gaan even een hapje eten. Dit is onze camper. Bianca is al eten aan het maken. Hallo. Hallo. Ik ga even lekker croissantjes maken. Staart. Nee. Wie komt er optreden? Trommelting? Nee. Antonie. We rijden hier op de Col de Corbier. Volgens mij komt hij ook terug bij Tour de France. Het is een pittig klimmetje, maar de camper houdt zich nog goed. Kijk daar maar de fietsers. Blij dat ik in een motorvoertuig zit. We zijn aangekomen. We staan nu bij Les Cats in de buurt. Het is een skidorpje. We hebben een super mooi rustig plekje gevonden. We staan hier met z'n tweeën op de camperplaats. We gaan nu eerst eens even een parkeerbiertje drinken. Die is Bianca voor mij aan het pakken. Dit is de omgeving. Schitterend uitzicht. Het avondeten is in voorbereiding. Wat gaan we eten? Burritos eten. Heerlijk. Hier komt zojuist al een derde camper aangereden. Daar staat er nog één. We staan hier met z'n drieën. We staan nu even de camper bij te vullen. Met water. De wc even leegmaken, vooral Bianca. En dan gaan we weer verder met onze Alpenroute. Nou, we zijn weer onderweg. Hier is meteen een afdaling. Laten we nu eens z'n tweeën lopen. Duwt hem de aarde op doorheen, af en toe een beetje bijremmen. Nou, we hebben nu weer een uitdagend weggetje gevonden. Het was net wel weer even natte handenwerk. Dus hier valt het mee. Oh, er komt een bus aan. Er komt nu een bus aan. Komt goed. Ik geef hem gewoon even ruimte hier in je boekje. Mooi recht stukje om te passeren. Zwaai jullie? Ja. We hebben de top bereikt. Nu weer naar beneden. Nu weer naar beneden. Yo! Hallo! Hij ging maar hard, hè? Zo, hij ging vet hard! We hebben ons stekje weer gevonden.
geen idee hoe het dorpje heet. Tenminste, ik ben het eigenlijk alweer vergeten. Maar het uitzicht is weer fantastisch. Hoezo niet? Dit is nog even hoe we route plannen. Het is avonds laat. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ja, we zijn weer onderweg bij de Alpenroute. En we hebben een heel mooi meertje gevonden. Dus eventjes meertje. Stoppen voor... ja, het is een flink foto's meer. En video. Meertje. We zitten nu op 2600 meter. Nee, zit echt midden in. 2770. Corrigeer Bianca mij. We zitten midden tussen de skipistes. Je zou hem volgens mij gewoon nog kunnen gebruiken. Ja, hij ziet er nog zo goed uit. Het is natuurlijk niet open nu. Oh, regen. Een plekje. Dan moet ik binnen eten.